Tijdens ITVA komen er veel bijzondere gasten naar Amsterdam. Van regisseurs tot hoofdpersoon. Van eigen bodem of over de grens. Ik haal ze op en breng ze naar het festival. Onderweg praat ik met ze over hun documentaire. Reis mee met de Road to ITVA. How to Meet a Mermaid. Een poëtische documentaire over de schoonheid en verwoestende kracht van de zee. Het is ook een persoonlijke film, want de regisseur Coco Schrijver vertelt het verhaal over haar broer die na het duiken nooit meer terugkwam. Eden. My brother. Ja. En goed. We hebben geen briefje gevonden, maar dit duikmes is voor mij het bewijs van ik ga weg. Want je zei altijd dat je nooit moest gaan duiken zonder mes. Vandaag geeft ze op het ITVA een masterclass. En ik mag met haar mee. Hey! Hoi! Wat leuk dat ik mee mag. Nou, dat weet ik nog niet. Maar, dat weet je nog niet. Laten we beginnen, ja. Je broer is 15 jaar geleden verdwenen. Ja. Hoe is die verdwenen? Hij is gaan duiken. En hij is dieper gegaan dan je mag gaan. En dan krijg je een soort stikstofnarcose. En dan word je heel jolig in je hoofd en heel happy. En als je dan niet met een duikmaatje gaat duiken, die zegt je moet even iets hoger in het water, dan verdwijn je in de zee, in de diepte. Ik had liever gehad dat hij er was natuurlijk, ja. Maar als je het dan moet doen, dan kun je mijn beste zo doen. If you want not too much happiness, what it calls happiness, and your dilemma is struggle and strive to get that. So many people are seeking something. And quite often it is love. Ja, want het gaat ook niet alleen over je broer. Er zijn verschillende verhaallijnen over mensen die op een andere manier in contact staan met de zee. Volgens mij in die film zie je drie paradijzen. Je ziet het paradijs van in Egypte waar het waanzinnig mooi is. Ja. Maar blijkbaar is dat niet goed genoeg om je hier te houden. En Miguel woont natuurlijk in het paradijs zoals ja. wij het zien. Met palmbomen, wit strand, zee. Mm-hmm. Wij gaan er en masse naartoe. Maar hij ziet het niet zo. Hij wil naar Amerika. Ja. En de Amerikanen zien hun land helemaal niet als een paradijs. Want die hebben drie banen om te overleven. En willen op zo'n cruise, een soort artificieel paradijs. Uh-huh. En die proberen daar voldoening uit te halen misschien. Dus geen paradijs is goed genoeg om ons hier te houden. Dus daar gaat het over. Over het geworstel om in leven te blijven. En wat is jouw relatie nu met de zee? Ja, ik vind de zee super sympathiek. Ja? Heb ik altijd gevonden. De zee is mijn vriend. Ja. En wat maakt de zee dan zo sympathiek? Ja, nee, dat is er gewoon altijd. In tegenstelling tot je vrienden die je soms laten zitten of weet ik veel. De zee is er gewoon en daar kun je in. En je kunt erin spelen en in sporten en in zwemmen en je gedachten projecteren. Je kunt er uitrusten, je kunt wandelen. De zee is gewoon een hele interessante persoonlijkheid die zich van alle kanten laat zien. Ik heb geen enkele vriend die zo interessant is met een saaie persoonlijkheid. Fishing for plastic? Yes. Ja. Per jaar verdwijnen hier in de gracht 20 tot 25 mensen. Echt waar? Ja. Dat is echt veel. Meestal zijn het mannen, dus ze staan te zeiken in de gracht, dronken. En vallen er dan in? Ja, er zit een serieuze kans in dat ze vandaag nog een lijk uit het water vissen. Ja, zeker. Dat zou wel een goed shot zijn. Nou, je gaat zo een masterclass geven. Is er iets waarvan je denkt van, als dat maar blijft hangen? Nou, wat ik wil dat ze onthouden is dat je als filmmaker, het is jouw film. En je maakt duizenden keuzes per dag. Die keuze is jouw keuze, of althans dat moet het zijn. En het gaat ook over de gevolgen van die keuze. En iedereen met wie je werkt zal die keuze proberen te dwarsbomen.
Oh. Dus wat je moet leren is nee zeggen. Nee, dat is het woord van de vrijheid. Een filmmaker is gewoon durven. Je moet zeggen van, nou bedankt, hartstikke goed idee, maar het is een andere film, we gaan nu dit doen. Ja. Dat is het leuke van filmen. Je bent gewoon een dictator in het klein. Ja. I really like it. We zijn er. Ja. Allemaal documentairemakers en toekomstige filmmakers. Die willen weten hoe jij het doet. Ik weet het ook niet. Je weet het ook niet? Nee, ik weet het niet. Maar je hebt wel een hele duidelijke eigen stijl. Hoe zou jij die omschrijven? Het is soms heel gestileerd, maar heel intuïtief gedraaid. En dat kun je denk ik doen als je heel goed weet waar je film over gaat. Dan kun je daarna vanuit een heel gedegen basis kun je heel roekeloos draaien. En dat is wat ik doe. De uitverkochte masterclass is begonnen. De film How to Meet a Mermaid is meerdere malen te zien tijdens het ITVA. Kijk je dus.